Eigenlijk wordt hij natuurlijk wel gebeld, maar hij weet dat hij dat niet kon zeggen. Nou, hij zei, by any means necessary, hè. Ja. Is ook gewapend. Dat was de tegenstelling zogenaamd van Martin Luther King, hè. Oh ja, misschien verwarden. Ik had wel eens met Robert over, als het nu de jaren 60 was geweest, hè, dan hadden jullie een bandrecorder thuis gehad. Voor muziek te kijken, zwart-wit tv. En een telefoon. De fieten waren wel 20 cent, met een snack en mayonaise. Dan had je op zo'n fiets gereden, hè. Ja, niet veel, en een sportfiets had je een race, want het was heel duur. Dat was een heel andere tijd geweest. Dan ging je uit in het patronaat om meisjes te leren kennen, vooral boerenmeiden. In Fabrika gaan ze wel eens terug naar de jaren 60. Maar dan had je lange haar gehad, ja, waarschijnlijk een baardje en een snor. Je broers ook. Het was een heel andere tijd geweest. Deze flat bestond toen, maar dan had hij dus een zwart-wit tv gehad met de Duitse zender op. Want die kregen Limburgs wel, de rest van Nederland niet. Je had alleen Nederland 1 en 2, maar hier hadden ze België. Ik denk dat deze wel makkelijker was in die tijd, toch? Ja, 60, 70, 80. Omdat, ja, dat lijkt me met nu alles met die social media bezig. Maar ja, er zijn ook genoeg voorbeelden natuurlijk, heel cliché om te zeggen, maar het is dan de muziek, bijvoorbeeld. Als ik kijk wat voor muziek eigenlijk allemaal kan beluisteren, die lo-fi, jazz, dat had in de jaren 60 moest ik dan de hele wereld rondreizen om die kleine artiesten te vinden en die muziek te kopen. Dat was nooit... Muziek was duur. Maar je waardeerde het wel. Je was blij ja, als je met een plaatje naar huis ging. Maar je had ook plezier. Ik heb hetzelfde idee. Voor mijn idee is het hetzelfde. Ik weet niet of het echt hetzelfde is. Ik heb die ervaring niet. Als ik een artiest vind die ik nog nooit gehoord heb en zijn muziek spreekt mij erg aan en dat hij heel veel muziek heeft die allemaal. Dan is het net alsof ik ook na lang zoeken vind. Dat is ook alsof je een goudmijn tegenkomt eigenlijk. Dat is, het gebeurt maar zelden.